Wat er vanavond gaat gebeuren, we gaan vanavond zingen. Zingen en nogmaals zingen. We zingen de sterren van de hemel. Elke laatste donderdagavond van de maand. Karaoke night. Live vanuit El Sabor de Lori. Live op TTV Express. Goedendag Suriname, ik ben Maisha Neus en dit is De Nieuwe Politiek. Vandaag wil ik even een kleine korte samenvatting geven over een zeer belangrijke avond gisteravond, waarbij een discussieavond werd georganiseerd in Ballroom Tararica onder leiding van meester Serena Esset over de kiesregeling. De standpunten die waren ingenomen van onder andere meester Esset is namelijk het allerbelangrijkste. Twee opties. Minimale verandering van de kiesregeling waarbij alleen de twee artikelen die door het constitutioneel hof ongeldig zijn verklaard te wijzigen of te gaan voor een fundamentele wijziging waarbij we het in één keer goed doen en gaan naar een duaal systeem en betere zaken waarbij ook dus ook de grondwet gewijzigd zou moeten worden. Verder heeft ze ook aangegeven dat tijd een hele belangrijke issue is. Ook omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken de ruimte moet krijgen om verkiezingen te organiseren. Dus is de deadline gesteld op juni 2023, waarbij uiterlijk de gewijzigde kiesregeling aangenomen moet worden, afgekondigd moet zijn om goed de verkiezingen in te gaan. Tevens heeft ze ook aangehaald dat indien, dat is natuurlijk geen optie en daar gaan we, moeten we als samenleving voor waken, er geen verkiezingen gehouden worden in 2025, dat dit een zeer nare situatie zal creëren voor Suriname, waarbij er onzekerheid ontstaat, we eigenlijk in een rechtsvacuüm terechtkomen en best wellicht een dictatoriale staat of een autoritaire staat en we moeten dat natuurlijk ten alle kosten vermijden. Ze heeft daardoor ook een beroep gedaan op alle maatschappelijke organisaties, politieke partijen en het bedrijfsleven en de gehele samenleving om erop toe te zien dat uiterlijk juni 2023 de kiesregeling afgekondigd wordt door het parlement. Het panel bestond uit onder andere Hans Breedveld die een presentatie heeft gegeven, meester ingenieur Boksteen die een presentatie heeft gegeven en de heer Henry Fernandez Mendes. Meneer Weentelligt was de discussieleider. Verder zijn ook de politieke partijen uitgenodigd die op dit moment in de coalitie en de oppositie zitten om hun statement te maken. De NDP heeft aangegeven nog in beraad te zijn en dus heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Ze moet eerst met haar structuren overleggen en wachtte dus af, maar gaf achteraf wel aan een voorstander te zijn van een kleine wijziging. PL heeft aangegeven nog geen standpunt in te nemen omdat ze nog in beraad is. De VHP heeft aangegeven heel blij te zijn met deze discussieavond en dat ze voorstander zijn van een fundamentele wijziging waarbij dus inderdaad een duaal systeem komt. Verder ook de NPS, die sluit zich aan bij die statement. En de ABAP heeft aangegeven, met natuurlijk enige zorg, dat ze bereid zijn te praten over de wijziging van de kiesregeling zolang het de achtergestelde groeperingen niet verder gaat benadelen. Echter moet wel aangegeven worden dat meneer Henry Fernandez Mendes, heeft aangegeven dat het belangrijk is dat we zaken niet gaan verwarren en dat de economische situatie van groeperingen of gebieden of regio's in ons land niets te maken hebben met de kiesregeling. Het zijn twee compleet verschillende onderwerpen. De kiesregeling gaat puur op twee opties. Wijzig je alleen de twee artikelen of ga je voor een fundamentele wijziging waarbij ook de grondwet van Suriname gewijzigd moet worden? Dat is één. En twee, hoe ga je dat inrichten? Regionaal verkiezingen of districtsverkiezingen en parlementsverkiezingen. Dat zijn eigenlijk dus de enige twee issues waar wij als samenleving nu met argusogen naar moeten kijken. Er zijn verschillende sprekers geweest of mensen vanuit de zaal die hun vragen of statements konden maken. Mevrouw Angelique Del Castillo van DA91 is aan het woord geweest. Mensen van de SPA zijn aan het woord geweest en andere actoren. Iedereen was natuurlijk blij met deze discussie, maar het is ook van uitermate belang dat deze discussie niet alleen wordt gehouden op bepaalde locaties zoals in Ballroom Tararica, maar ook dat men
eigenlijk de samenleving goed gaat informeren van wat houdt dit in, wat gaat dit betekenen voor Suriname, waar gaan we naartoe. En dat wil zeggen dat je natuurlijk ook de wijken, de districten in moet gaan om, ja, moest je van Obra Broki te kunnen bereiken. Want die komt niet makkelijk in Ballroom Torarica. En dat was wel een heel goed punt wat gemaakt was. En hopelijk neemt de organisatie onder leiding van meester Esset dat ook mee. Wij van DTV vinden het heel belangrijk dat Suriname goed geïnformeerd is over dit soort cruciale zaken. Net als het NRA-rapport, National Risk Assessment, waar wij niet geblacklist of gegraylist willen worden, omdat dat natuurlijk hele nare gevolgen zal hebben voor ons als land. Zo is het ook van uitermate belang dat op dit moment, zoals het constitutioneel hof heeft bepaald, met de huidige kiesregeling geen verkiezingen gehouden kunnen worden. En dat wij als samenleving er ook op toezien en dus ook die maatschappelijke druk uitoefenen op de regering om inderdaad die fundering te gaan leggen. Mevrouw Edna is ook aan het woord geweest en zij heeft de parlementariërs ter plekke, maar ook namens hun partijen, aanwezige partijen, uitgedaagd en aangegeven dat binnenkort de begrotingsbehandeling zal plaatsvinden. En dat de wetgeving eigenlijk, de compatibiliteitswet, eigenlijk al aangeeft dat er begroot moet worden op landelijk niveau, maar ook op regionaal en districtsniveau. En dat dat eigenlijk de aanzet zal zijn om die decentralisatie die zo nodig is, eigenlijk op gang te gaan brengen. Zodat ieder district zijn eigen budget heeft, zijn eigen plannen kan indienen. Maar ook dat wanneer ze middelen vergaren, zoals in het beste voorbeeld is nu Brokopondo, want daar zijn heel wat goudmijnen, dat een groot deel van het geld wat vergaard wordt, dan ook weer geïnvesteerd wordt in dat desbetreffende district. Wij weten natuurlijk dat de machthebbers in Paramaribo het heel moeilijk vinden om hun macht af te staan. En om eigenlijk de welvaart eerlijk te verdelen onder alle districten en alle bewoners in Suriname. En daarom is het dus ook heel belangrijk dat Suriname zich goed laat informeren. Zich inleest over deze zaak. Het nieuws blijft volgen, een mening vormt. En dan uiteindelijk tot een conclusie komt wat het beste is voor ons land. Beste kijkers, dat was het voor deze samenvatting over de discussieavond in Ballroom Torarica gisteren. Wij hopen dat u goed geïnformeerd bent. Het is hoogstwaarschijnlijk ook in het nieuws van vandaag te zien. En het was ook gisteravond live. Dus gaan jullie het alsjeblieft terugkijken. Het is een heel belangrijk onderwerp. En besef ook wat de consequenties zullen zijn indien juni 2023 de nieuwe kiesregeling niet is aangenomen. Ik ben Maisha Neus, dit is de Nieuwe Politiek. Fijne dag en tot ziens. Vanavond gaat gebeuren, we gaan vanavond zingen. Zingen en nogmaals zingen. We zingen de sterren van de hemel, elke laatste donderdagavond van de maand. Karaoke night. Live vanuit Il Sabor de Lori. Live op DTV Express. Somebody.